De groepsfase van de Europa League. Die staat op het spel. Een hoofdprijs. Daar het Feyenoord gedeelte. En de Utrechters met uiteraard ook hun eigen sfeeractie. Hier is Barazit. Die is meteen kansrijk, maar voor beide spelers te scherp die bal. Van der Marel en Jansen hadden allebei de bal graag gewild. Dat dit goed afloopt voor Feyenoord ligt alleen maar aan de paas van Barazit, die niet goed is. Dat is niet zonder risico. Foutje van der Marel en dan het doelpunt cadeau. Maar Kramer tikt ernaast. En dan is het een doeltrap. Je zou zeggen, dit is 1-0. Zo makkelijk als de kans is, zo makkelijk als hij wordt weggegeven door Van der Marel. Die eerst deze fout maakt en vervolgens denkt, nou, nog maar een fout. En Kramer wipt hem over Bednarek, maar naast. Toornstra, Kramer, Toornstra, Kuyt. En oh, Bednarek laat even los. Ik moet wel blij zijn dat hij hem alsnog heeft. Kuyt sprint, dan heeft Feyenoord drie man in het strafschopgebied. En hier is Karsdorp, die hem lekker heeft liggen om eens uit te halen. Karsdorp, toch een paasje op Kuyt. Kuyt legt voor, daar is de kopbal en het doelpunt! Kramer scoort en Feyenoord leidt. Een wedstrijd met weinig kansen. Een van de eerste kansen die Feyenoord zelf helemaal creëert, maar dan is hij wel goed en is de kopbal fraai. En Bednarek te laat. De vrije trap is goed. En daar valt de bal nu wel goed en is het raak. En is het Lewin die scoort. Barazit. Wordt niet gefloten voor buitenspel terecht. En hij valt echt perfect voor Ramon Lewin. Bal via de rug notabene van Van Beek. Oeh, is dat Hens? Nee, zegt Kuipers. Dat was in ieder geval erg ongelukkig. Bijna Kramer, ja. De kopbal is er wel. De vrije trap is voor Bednarek. Ja, poging ineens. Niet slecht. Oh, en dan zit hij ernaast. En is het, zou je zeggen, intikken voor Kramer. Maar het intikken lukt niet. Maar na die moeizame openingsfase voor Feyenoord in de tweede helft is dit weer het moment in de wedstrijd waarop de ploeg van Bronckhorst sterker is. En Elia is er weer langs bij Van der Marel. En in de korte hoek zit hij erin. Alles komt eruit. Kijk naar de ontlading bij El Giro Elia. Elia maakt het doelpunt. Maar het komt denk ik op naam van de doelman. Die hem natuurlijk in eerste instantie in die korte hoek moet hebben. Vijf minuten inderdaad erbij. Verbaast me niks. Maar die vijf minuten beginnen wel met balbezit voor Feyenoord. Met Vilena. Elia. Elia om het te beslissen. Nee. Voorlopig matchwinner. Maar nu had het helemaal over en uit kunnen zijn. Kijk met zijn stopwoord. En dan zitten de vijf minuten extra erop. En is het afgelopen. Feyenoord wint de beker. Voor het eerst sinds 2008 wint Feyenoord een prijs. Ze gaan de groepsfase van de Europa League ook nog eens in. Morgen naar de Coolsingel. Uit handen van Wim Jansen is daar de KNVB-beker voor Feyenoord. De 12e beker in de clubgeschiedenis. De eerste sinds 2008. Dit seizoen was Feyenoord de beste ploeg in de KNVB-beker.